sleutelestafette doen. Waarbij het flowteam allemaal het slotje gaan openen. Dit wordt ook een kleine wedstrijd. Kijken wie er het snelst is om het slot te openen. Uiteindelijk zal de sleutel door Rolf als projectleider overhandigd gaan worden aan Fabien. Aan het VSL. Het project wordt weer overgedragen. Nou, we hebben hier dus twee sleutelbordjes. Naar mij. Ik heb twee sleutelbordjes. Er zitten 6 sleuteltjes aan. We weten niet precies bij welk slotje welk sleuteltjes horen. Maar ik zou om de beurt willen vragen om een slotje te openen. Kijken of het lukt. Ik neem de tijd op. Kijk wie er mee het snelst is. En hebben we nog een leuke kleine attent. Ja? Wie wil de begin? Timo heeft altijd de grootste mond. Oh. Dat zal nog leren. Lekker Timo. Het is altijd de laatste, hè? Ik denk dat ze gewoon de verkeerde erbij gedaan hebben. Ja, ja, nee. Ja. De sleutels passen allemaal niet. Kijk! Hey. For the record. Yeah, yeah. No. Okay. Yeah. Yes. Boos niet proberen om te doen. Ja. Wat is moeilijk. Fabien, mag ik jou met heel veel trots en namens het hele bouwteam deze mooie sleutel overhandigen voor de nieuwe faciliteit. Dankjewel. Alsjeblieft. Dankjewel. Nou ja, het is zeker een heugelijk moment. Het gaat eigenlijk al ruim 5 jaar geleden terug. Toen zijn we voor het eerst eens gaan nadenken over een grotere waterfaciliteit. Maar ja, toen zaten we nog met z'n allen in Dordrecht, ook aan de VSL-kant. En toen dachten we, ja goed, we willen het wel, maar het is nu niet de tijd ervoor. We hebben het idee nooit losgelaten. We hebben het op een gegeven moment ook genoemd bij het ministerie. Nou ja, zoals jullie weten hebben wij daarvoor een behoorlijke bijdrage voor gekregen, zodat wij als eerste ter wereld zo'n waterfaciliteit kunnen bouwen. Ik heb het nog nagekeken op 2 januari, dan inmiddels 2 jaar geleden. Om 10 uur hadden wij afgesproken in Dordrecht om zeg maar het idee ook daadwerkelijk handen en voeten te gaan geven. En nog geen, nou ja, in feite 23 maanden later staan wij hier. Ik vertel wel eens op verjaardagen en partijen van 16 maanden wacht je op dat papierwerk. Nou, dan achteraf hoor ik, ben je dan misschien nog wel spekkoper. Maar goed, omdat we in 7,5 maand uiteindelijk van niks naar dit hebben gebouwd, is echt enorm. Daar wil ik met name Anne en zijn team voor danken voor de flexibiliteit. Het KH-team om altijd met ons mee te lopen en te zorgen dat wij de laatste zaken ook aangepast krijgen. Jouw team, Rolf, om te zorgen dat we snel nog de laatste punten op de i zetten. En nou ja, vanaf zometeen is het dan geen project meer, maar dan is het onderdeel van operatie. Erik gaat maandag beginnen met de commissioning van de waterflow installatie. En dan vanaf 1 februari gaan wij ervan uit dat wij onze klanten weer kunnen bedienen. Dus nou, dank jullie wel allemaal die hieraan mee hebben gewerkt om te zorgen dat dit een succes wordt. Ook gezien alle uitdagingen, onverwachte uitdagingen die we hebben gekend. Zoals jullie weten heb ik inmiddels een liefde ontwikkeld voor de rugstreeppad die hier rondhuppelt.
De waterleiding, wat blijkbaar niet meer zo standaard is, dat je dat gewoon even krijgt in Nederland. Maar ook die uitdagingen zullen wij gaan overwinnen. En wij zijn enorm blij dat wij uit het oude vervallen Dordrecht weg kunnen. Maar nog blijer dat wij als eerste ter wereld deze mooie faciliteit hebben. Dus dank allen. En we kunnen een bak, we kunnen naar binnen. Het is misschien wel lekker. Maar dan gaan wij daarmee verder. Dank jullie wel. Graag allereerst eventjes namens KA bedanken dat wij mee mochten werken aan een mooi uniek project als dit. We stonden er net binnen nog eventjes te kletsen van hoe wij ooit begonnen zijn met een idee in een presentatie waarbij we eigenlijk al vooruit aan het kijken waren naar dit moment. Er zijn een hele hoop obstakels geweest die we met elkaar hebben genomen. Nou, de waterleiding is nog eentje die we nog aan het nemen zijn. Maar dat neemt niet weg wij als KH enorm blij zijn dat wij hier onderdeel van uit hebben mogen maken. En als blijk van waardering voor de samenwerking hebben wij een presentje. En dat doe ik bij deze graag ook. Dankjewel. Deze kan ook aan de muur. Die andere die staat nog in Delft. Geen gaatjes in de nieuwe muur. Geen gaatjes in de nieuwe muur. Dank jullie wel.